Ik ben... Hallo? Hoi. Hoi. Ja, je bent natuurlijk woordvoerder van de pandemieverdragminister, toch? Dat klopt, ja. Ja, ik heb, sorry dat ik je film, maar het is niet onbelangrijk. Ja, nee, hoeft niet hoor. Ben je door Sybe Rietstra gevraagd, Evelien, om naar VWS te komen? Nee hoor. Nee? Doei. Ik ben door Sybe. Oh, fijne dag. Ja, dat is Evelien de Petit. En Evelien de Petit die heeft in april 2019, 5 jaar geleden, mijn tweede klokkenluidersbrief in ontvangst genomen. En aan minister Dekker gegeven, het secretariaat. Ook lid van Minerva. Haar jaarclub heet Tesoro. En dat mag ik wel zeggen. Want dat is... Ik geef geen... Dit is dus 26 april 2019... Eveline Petit schrijft aan mij: beste Huig, je brief heeft de minister in goede orde bereikt, dat is Dekker. Hij heeft de centrale coördinator Integriteit, Justitie en Veiligheid, dat is Dirk Rinkel, gevraagd om zich te verdiepen in de kwestie die je aandraagt. Ik verwacht dat hij volgende week contact met je zal opnemen. Nou ja, dat was al 5 jaar geleden. En Eveline is vertrokken toen bij Justitie. Volgens mij naar de KLM gegaan en teruggekeerd bij de overheid, bij VWS. En dit is Evelien op Twitter. En ja, het is allemaal zeer grappig. Maar Pia Dijkstra werd welkom geheten door secretaris-generaal Sybe Rietstra, interim SG. Verantwoordelijk voor verschrikkelijk veel doofpotten bij Justitie. En ja, hij bood mij 5 jaar geleden, september 2019, een nieuwe baan aan als ik mijn mond zou houden. Maar ik zei: Sybe, je moet de fraude aanpakken. Nou, Sybe is nu onder andere verantwoordelijk voor dat pandemieverdrag. En zij stond daar een beetje te stotteren in de Tweede Kamer. En dan wordt ze begeleid, Dijkstra, door de woordvoerder. Evelien Petit. Dit was afgelopen 21 mei in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan het debat over de pandemiewetgeving. En daar loopt Evelien achter de voormalige boing, NOS-journaallezeres Pia Dijkstra, die goed van een autocue af kan lezen, maar staat te stotteren in de Tweede Kamer. Hoi. Hoi.